Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het vertrouwde decor van Van der Valk in Enschede. Met in de opstelling Jan van Staan, Eddie, René Wagelaar en de aanvoerder van Heracles Almelo, niemand minder dan Robin Prupper. Robin, welkom. Dankjewel. Je zit hier met een goed gemoed, dat zie je er vanaf. Ja, nou ja, als je 1-1 tegen PSV speelt, dan denk ik dat je altijd wel tevreden mag zijn. Zeker, maar had je ergens ook niet het gevoel dat er misschien nog meer in had gezeten? Jawel, zeker wel. Zeker als je de eerste helft kijkt, hoe goed we dat eigenlijk deden qua teamopzet, hoe we speelden, veel duels wonnen, ook eigenlijk meer kans hebben gecreëerd dan PSV, dan had ik zeker wel ook de 3 punten wel willen hebben. Ja, want je kunt het hebben over tactiek, over opstellingen en dat was natuurlijk een factor gisteren, maar René, de scherpte, was dat het grote verschil? Daar ging het om. Heracles had zich, vond ik, lichtelijk aangepast door achterop met 5 man te beginnen. Ja. Maar als je ziet vanaf minuut 1 hoe de druk erop zat, over de middenlijn al meteen vastzetten, proberen bij PSV. Ik vond ze heel veel sterker in het begin dan PSV. Je zag meteen dat dit een kans was om 3 punten zelfs te pakken. En die kansen zijn er geweest, ja. Zeker de tweede helft ook. Maar PSV, moet ik wel eerlijk zeggen, viel me ook tegen daarentegen. Heracles prima, maar ik vond PSV zo slap. Ja, we hadden een paar een pilletje aan het slikken na ongeveer 15 minuten aan de zijlijn. Maar ik denk dat het slaappillen waren. Ja. Ja, echt waar. Ja. Zo mat vond ik ze. Geen oppeppers in ieder geval. Maar Heracles lekker fel erop. En ja. Ik denk dat dit het beste voor de toekomst goed is om zo te blijven spelen. Ja. Met is dat sowieso de remedie om punten te pakken? Ze hadden 4-0 verloren van Willem II de weken voor. Ja, dat is een combinatie. Hè. Je speelt tegen een topploeg. Dan ben je altijd wat gemotiveerder als speler. Dat is doping aan zich. Ja, dat merk je. Dan heb je nog een keer zo'n nederlaag ervoor gehad. Dus je hebt wat goed te maken allemaal als groep. Ja, dan komt dit soort wedstrijden wel op het juiste moment. Maar ze verdienen gewoon een compliment over de werklust, het tactische verhaal en ook de vorm van de dag. Want dat bepaalt het ook. Hè. Want kan je het wel brengen? We kunnen alles bedenken op dat bord. Maar het gaat erom, kunnen ze het brengen? Maar ik heb Robin gisteren ook ballen weg zien trappen in de tribune. Die ging echt voor het resultaat. Ja. Nou, maar dat geeft wel aan. Die wilde ergens gewoon punten halen. Ja. Nou, of er dan 1 is of 3, ja, dat zou geweldig geweest zijn. Maar aan de andere kant denk ik van, het is gewoon dik verdiend. Ja. Maar ze hadden meer recht op de 3, vond ik, dan PSV. Ja, absoluut. En dat zit hem dus inderdaad in die scherpte, in die werkhouding, zeg maar. Hè. Maar had jij ook zoiets van, we moeten ons kosten wat kosten revancheren voor vorige week? Ook jijzelf? Ja, tuurlijk. Als je zo'n slechte 10 minuten speelt uit bij Willem II. Slechte alle tijden? Dat het zo snel ging, dat is denk ik wel het slechtste alle tijden in mijn carrière tot nu toe, denk ik. Maar ja, gelukkig is dat gebeurd. Konden we weer vooruitkijken naar een nieuwe wedstrijd, PSV. En dan wil je wel revancheren en dan wil je kost wat kost punten halen. Of in ieder geval een goede wedstrijd spelen met vol goede moed, ga je die wedstrijd ook in. En ja, ik denk wat ook gezegd wordt, dat is vol energie. Ondanks misschien met 5 achterover, het was meer een 3-5-2-achtige. De formatie was daarin niet per se leidend. Het ging meer om veel duels winnen, hoog druk zetten, PSV onder druk zetten, waardoor zij moeilijk aanvallend de oplossing konden vinden. En ik denk dat we dat uitstekend hebben gedaan als team zijn. En wat meespeelde is natuurlijk dat jullie trainer Wormuth, die kent Schmid goed, hè, de trainer van PSV. Dat viel ongetwijfeld in de voorbespreking waar te nemen. Ja. Hoe heeft hij hem... Bij de vorige twee clubs heeft hij hem al een aantal keer geanalyseerd. En hij speelt eigenlijk altijd hetzelfde. En we trainen ook deze week dan regelmatig laten zien, ook op het bord, ook 11 tegen 11 gespeeld. Op een nieuwe manier hoe wij dat konden bespelen. Met onze backs hoog op hun backs. Ja. Waardoor zij minder, zoals Dumfries, je weet, die stoomt lekker vooruit. Ja. Die Max heeft een goede voorzet. Daar moesten we druk op zetten om dat zo min mogelijk voor te laten komen. Daardoor kwam je af en toe in met 3 man achterop en de backs hoog. Dus op deze manier kende de trainer hem door en door en ik denk dat goed beviel. Ja. Dat pakte goed uit. Robin Dingers keepte goed, Brouwen. Ja. Vond ik echt goed keeper. Ja, ik denk dat hij misschien 2... Echte reddingen had. Die reddingen had en ook dat enige 2 die nodig waren, maar die waren wel op het juiste moment. En maar zeker die laatste voetballend. Ja, is goed. Prima. Het is ontzettend goede trap, linkerpoot. Ja. Kan hem ook heel goed ver wegleggen en dat was ook wel een wapen waarin wij zeiden van leg hem achter de verdediging. Ja. Waardoor zij met de rug naar ons goal en dan konden we mooi druk zetten. Goeie vervanger van Blaswie. Ja, dat hebben ze goed voor elkaar. Ja. Moet Blaswie vrezen voor zijn positie, Jan?
Nou, weet je wat het is? Een keer goed spelen of twee keer goed spelen, dat is niet zo'n probleem over het algemeen. Maar dat verwachtingspatroon wordt nu anders. En de spanning wordt groter. Hè? Hij weet dat hij de komende weken moet spelen. Dat geeft wel wat rust voor die jongen. Maar je krijgt nu weer een zware uitwedstrijd. En dan moet je ook maar weer kijken hoe hij overrijdt. Maar hij heeft het gisteren gewoon geweldig gedaan. Ja. Maar dat is vaak zo. Als je gewoon erin gegroeid wordt, dan lukt dat wel. Maar nu wordt het weer wat anders. Maar goed, hij geeft rust. Hij straalt wat uit. Hij kan de ballen goed wegleggen. Dus hij loopt ook wat langer mee. Hè? Het is geen jongetje die voor 17, 18 is. Dus wat dat betreft is het een voordeel. Maar de druk wordt nu wel groter op hem, hè, de komende periode. Als hij blijft keepen. Maar dat heeft met je omgeving te maken. Ja. Dat is logisch. Ja, maar het goed gedaan gisteren. Ja, dat vond ik ook. Jouw trainer Wormoed die koos voor een systeem zonder specifieke vleugelspits. Hè. Dat betekende ook dat Van der Water, Sylvester Van der Water, om wie veel te doen is geweest, dat hij op de bank begon. Jij bent de aanvoerder van Heracles, zit ook in de spelersraad. De geschiedenis is bekend. Hij wilde op een gegeven moment niet meer spelen of niet spelen tegen Willem II. Hij appte af, geloof ik, hè, voor die wedstrijd, omdat hij... En we kunnen natuurlijk de ambities wel begrijpen. Hij wil naar de USA, heeft naar Orlando. Heeft hij zelf al geappt of de zaak waarnemen? Dat weet ik zo niet, maar hij besluit om niet te spelen. En hoe is dat bij jullie gevallen, Robin? In eerste instantie natuurlijk niet goed. Dat je natuurlijk met je hoofd ergens anders zit, omdat je misschien een transfer kan maken, is vrij logisch. We hebben het ook met hem over gehad. Probeer dan voor het team nog in te zetten bij Willem II. Uiteindelijk zou hij niet spelen. Dat is gebeurd, heeft hij voor de groep ook sorry gezegd. Na de tijd. Ja. Aangeven dat het natuurlijk een fout was dat hij niet ging spelen. Dus deze week hebben we ook veelvoudig met hem gepraat, ook met de spelersraad. Om hem toch enigszins te behoeden voor deze wedstrijd, omdat je weet wat er misschien gaat komen. Supporters die hem misschien gaan uitfluiten, dat was ook het geval. Enige remedy is misschien voor hem tijd en hard werken. Laten zien dat hij de speler is zoals we hem kennen. Hard werken, veel mooie acties, opportunistisch. Dat is het enige wat hij kan doen om dit weer een beetje weg te stoppen. Hij begint gewoon weer vanaf nul. Ja. Maar heeft natuurlijk die gunfactor heeft hij verspeeld. Het is bovendien een alles of niet speler ook, René. Ja, ik snap het hele verhaal eigenlijk niet, Ed. Als je naar Orlando wil en je weet misschien waar het ligt. Hè, en je denkt, van daar wil ik voetballen. Op die leeftijd, ik zou gewoon bij Heracles mijn seizoen knallend afmaken. En dan weet ik bijna 90% zeker dat er volgend jaar wel andere clubs komen uit Europa. Ja. Waar hij een hele mooie stap kan maken. Dus ik heb nooit het hele verhaal van Orlando begrepen. Vanaf dag 1 niet, dat ik dacht, wauw, misschien jongen, is die competitie is gek gemaakt met bedragen. Dat zal wel. Hij gaat naar de Sunny State, het is Florida. Ja. Maar als hij volgend jaar kan tekenen in Italië of in Engeland of een mooie club of in Duitsland, of waar die ontzettend goed zou passen, vind ik, dan zou ik dat toch veel beter zou voor zijn eigen ontwikkeling beter zijn, Jan. Je bent wat dichter bij Disneyland daar, hoe heet het? Dat is wat makkelijker. Maar voor de rest is er weinig voordeel aan daar. Maar dat zou inderdaad een jaartje nog wachten, was ook jouw advies geweest? Ja, en dan knallen. Kijk, wat je met dit soort spelers aan de buitenkant vaak hebt, hè, dat is alles of niks. En dat moet structureel gewoon goed zijn. Je moet op hem kunnen rekenen. Dat is een ontwikkeling. Dat heeft hij de laatste week. Hij is conditioneel in orde van de water. Hij werkt hard voor de ploeg. Dus hij maakt die stappen ook wel. Maar als er een transfer gaat komen en je gaat erop zin spelen. En je wil dan ook daar naartoe. De omgeving verandert daardoor. Ja, dan moet je wel op het veld blijven presteren. Want het zou veel makkelijker zijn als hij er bij Willem II ook nog 3 in had geschoten. Om weg te komen. Want nu is de vraag weer van hoe gaat hij daarmee om, het publiek. Dus het is altijd zorg. Dus met name de adviserende rol, die is heel belangrijk voor hem. Ja. En daar moet je hem in steunen. Ja. Ja. Jij bent een aanvoerder die kan adviseren. Dat zul je misschien ook hebben gedaan. Wat zou jij hem simpelweg adviseren voor zijn toekomst? Kijk, het hangt en valt ook een beetje van af zijn eigen belangstelling. Wat hij mooi vindt. Hij heeft aangegeven. Als voetballer. Ja, kijk. Ik zou niet op deze leeftijd naar Amerika gaan. Nee. Zeker met zijn potentie. Maar dat zou ik doen. Eén jaartje nog even knallen bij Heracles? Ja, bijvoorbeeld. En misschien als hij deze voorbereiding al zo door had gezet hoe hij het de afgelopen maanden, weken heeft gedaan. Dan denk ik dat hij misschien deze zomer al, nu nog zomer. Ja, dat hij nog. Dat hij misschien dat hij voor nog 6 andere, oktober nog. Bijvoorbeeld, ja. De omgeving maakt je gek. Je moet het spul lekker rustig hebben, dan gaat er niks gebeuren. Ja. Als je daar lekker je rust bewaart, dan denk je, dat komt allemaal wel, jongens. Ze zien me elke week Fox, iedereen in Fox. Ze zien me echt wel in het buitenland wel. Iedereen kent je. Je moet wel een stap maken. Het moet rustig gehouden worden. Dat vind ik ook de omgeving. Het is wel het
beproefde verdienmodel van Heracles. Hè? Een speler ophalen uit eerste divisie, opleiden, doorontwikkelen en voor een mooi bedrag verkopen. Wat dat betreft past hij prima in een lange traditie. Ik bedoel, pas geleden Dessers verkocht. Dus dat is... Kijk, en naar PSV, maar kijk, loopt deze achterin. En volgens mij is hij ook voor een miljoentje of 10, 12 opgehaald. En Heracles komt dan weer aan nu met Rent. Komen ze mee aan, hè? Ja. Ja, ik zie er niet zo heel veel verschil in. Ik weet niet wat jullie vinden, maar ik zie er niet zo heel veel verschil in. Wat vond jij gisteren? Nee, ja, deed het goed. Verdedigend is hij zeer sterk. En hij is snel. En dat is ook wel een wapen voor een centrale verdediger, vind ik. Wat je zegt, de Heracles doet het altijd wel goed. Je hebt meteen wel weer iets staan wat je denkt van, ja, vorig jaar zijn er natuurlijk twee centrale verdedigers gegaan. Knoester kwam binnen en nu Marco Rente. Ja, hetzelfde met Matteo die nieuw is Kroatië. Ik denk dat Heracles dat altijd wel goed op orde heeft, de scouting. En over jou gesproken, Robin, hè, want jij speelt al een tijdje bij Heracles. Je bent zwaar geblesseerd geweest in de tussentijd. Hè. Dat heeft weer wat nodige revalidatietijd gekost. En heb jij nog ergens een iets in je achterhoofd van de ontwikkeling, dat je nog een prachtig mooi perspectief ergens ziet? Ja, ik denk als speler wil je natuurlijk altijd wel het hoogst haalbare, ook in je ontwikkeling. Ik vind Heracles echt een geweldige ploeg, een geweldige club, dus ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja. Dat is het dan ook, zeg maar. Dus ik je kijk broer speelt in de Premier League. Mijn broer speelt, maar als je het dan over Premier League hebt, dan is het logisch dat ik zou, dan is het gek als ik zou zeggen, dat zou ik niet willen natuurlijk. Championship? Dus, het zijn geweldige competities. Ja. Als je ziet wat van clubs daar nog in voetballen, dat is ontzettend, ontzettend mooi om natuurlijk dat mee te maken. Alleen, op dit moment speel ik gewoon bij Heracles. Hoe lang heb je een contract? Je hebt een jaar. Het is mijn laatste jaar. Zit er nog een optie bij voor de... Nee, geen optie. Dit is mijn optie, Oké. Die is gelicht. Ja, die is gelicht. Alleen, ik kom natuurlijk van een blessure af. En vorig jaar was ik nog een beetje aan het kwakkelen. Af en toe nog wat last van de knie. En dat heb ik op dit moment helemaal niet. Dus helemaal niet aan de orde en ik voel me ontzettend fit. En dat vind ik op dit moment het belangrijkste. Daar wil ik ook naar kijken. Dat ik dit jaar gewoon eigenlijk alle wedstrijden speel op dit niveau. De ontwikkeling doormaak. En dan zie je het wel, zeg maar, wat er van komt. En, ik zou het ook niet erg vinden om Tim Reukens achterna te gaan. Nee. En dat bedoel je met 250 wedstrijden voor Heracles. Ja. Nee, dat is mooi dat je dat zegt. Hè. Je hebt wel iets met de club. Dat zie je niet meer zo vaak. Maar desalniettemin, Jan, iemand als Robin, waar zie jij hem eindigen tussen aanhalingstekens? Wat is het plafond? Over een minuut of vijf eindigt hij hier. Nee, joh. Maar wat ik mooi vind is, kijk, hij volgen elkaar natuurlijk heel lang. Ja. En ik zie zijn ontwikkeling als mens en als leider van de ploeg. En hij voelt zich thuis in Almelo. Nou goed, dat is allemaal prettig. Maar er is natuurlijk ook een sportieve ambitie. Er is altijd nog meer. Dat is gewoon zo. Als hij zo blijft spelen en ontwikkelen, dan gaat hij die stappen volgens mij dan ook maken. Zeker in zijn laatste jaar. Dus ik hoop dat hij gewoon fit blijft. Want het allerbelangrijkste voor hem is fit blijven. En daar kijkt men naar hoeveel wedstrijden speel je. En hij is natuurlijk nu aanvoerder. Dan ben je het uithangbord van een club. Maar ik begrijp best wel dat hij zich prettig voelt bij Heracles. Dat is een familieclub. De warmte en noem alles maar op. Maar sportief gezien wil je altijd stappen maken. Nou, ik denk dat hij zeker richting subtop Nederland zou die nog aan moeten kunnen in mijn beleving. Of dat nou Utrecht is, ik praat even makkelijk, want dat vinden ze in Utrecht altijd leuk. maar dat soort spelers zou daar ook probleemloos passen. Maar met name, hoe fit is die? Ja. Want dat is de handvraag voor elke club, denk ik. Maar buitenland zou ook geweldig misschien zijn. Misschien Orlando wel. Dat is wel leuk voor jou. Iets meer overleefd. Ik heb nog recht genoeg. Vijf jaartjes wil ik wel naar Orlando. Maar ik twijfel, je zegt ik ga dan Breukers achterna, want die is ooit naar FC Twente gegaan. Wil die nou eventueel naar Twente? Dat lijkt me geen goed idee. Nee. Ik bedoel meer dan 250 wedstrijden voor. Ja, dat is duidelijk. Over FC Twente gesproken, de derby komt, dat duurt nog even natuurlijk. Je hebt hem al een paar keer gespeeld. Hoe kijk jij naar het Twente van nu? Wel verrassend eigenlijk. Zeker omdat ze natuurlijk wel het begin wat moeilijk hadden met spelers aantrekken. Ja. Selectie was nog niet helemaal rond. Ze hadden heel weinig natuurlijk. Ze hadden heel weinig. Ja. En hetzelfde als vorig jaar begonnen ze goed. En dat doen ze nu ook. Ja. Punt uit. Hè? Nog niet over te melden. Nee. Want van de week tegen FC Groningen, 3-1 gewonnen FC Twente. Ja. Moeizame tweede helft, maar een goede eerste helft. Heb je die wedstrijd gezien? Niet 90 punten, nee. Maar ik heb wel de goals gezien en de samenvatting. Ja. Twente beleeft een pikstart, René. De vibe is positief.
Waar zie jij nog de valkuilen op dit moment? Is dat, is dat de oudstouwer, om maar een Duitse woord te gebruiken? Ja, het is een wedstrijd met twee gezichten weer tegen Groningen. Dat heb je wel weer gezien natuurlijk afgelopen zaterdag. De eerste helft is prima. Gaat, in principe gaat er weinig mis. Groningen hielp ze ook in het zadel. Volgens het pad solliciteert naar een contract bij Twente. Zo zou je bijna denken, bleef maar opbouwen. Maar je ziet de tweede helft. Dan zitten de jongens op een gegeven moment na een uurtje. Dan begint het een beetje minder te worden. Dan zitten ze er conditioneel, blijkt niet altijd doorheen. Maar het wordt wat minder. Het moet nog groeien. Het moet nog groeien met elkaar. En op het laatste, dan komen ze natuurlijk een paar keer hartstikke goed weg zelfs. Ja. Maar wat voorin, Jan, altijd de dreiging. Al die gasten kunnen een doelpunt maken. Ze hebben een klik. Ja, ze hebben hele jonge spelers die onbevangen zijn en de snelheid hebben. Dus eigenlijk dan zie je dat frisse. En er is dan, we hebben het vaker gehad, er komt een soort gunfactor. Hè, van eigen jongens weer, Nederlandse jongens, je kent allemaal wel dat verhaal. Dan moet je ook een beetje geluk hebben, want als je al die wedstrijden op een rij zet, dan zeg je, er zitten ook een aantal momenten in waar je het weg kan geven. En dan zit je heel anders te praten. Maar het oog gewoon fris bij een aantal spelers, die maken het verschil. Maar je moet nou niet denken, het ligt er ook aan tegen wie speel je, hè? Met alle respect. Kijk eens naar de ranglijst. Nou, hun krijgen ook nog een zware uiterstrijd. Maar dan heb je alweer twee van die ploegen gehad die hoog op de ranglijst staan. En je zult Sparta maar zijn, hè? Bijvoorbeeld, als je met zo'n zwaar programma begint, dan weet je dat je weinig punten gaat halen. Dus ik vind het hartstikke leuk om naar te kijken. Een beetje geluk hebben. Ja, en je moet ook een beetje mazzel hebben. Maar dan moet je niet doorgaan verblinden dat je denkt van alles gaat goed. Want dat is gewoon niet zo, want je kan ook deze wedstrijd zomaar verliezen. Ja. Maar het is heel leuk dat ze winnen. En voor ons in Overijssel is het hartstikke mooi dat die wedstrijden er zijn. En het advies is om gewoon kaal te worden, nu geen haar meer met voetbal. Want het kan een haartje, gaan ze nu naar kijken bij de VAR. Hè? En dan gaat die man, die gaat er zo lang naar kijken. Je kan eerst naar huis, dan ga je daar gewoon de wedstrijd weer verder live afkijken. Zo lang duurt het voordat iemand weer terugkomt. 4 minuten 33, dat is toch niet normaal. Wat is die VAR aan het doen en in zijn? En dan keurt hij hem af. Ja, maar dat gaat toch nergens meer over, die hele VAR, dat is toch echt een lapje. Wat jouw mening over de VAR? Als ze het... ze hebben het vaak bij het juiste eind, maar er gaat nog ook een boel mis. En dat geven ze ook zelf wel toe. Dat alleen, is wel eerlijk te maken, maar dit soort dingen... Hè, dat is wel heel vervelend, Maar gisteren waren we toch blij bij de VAR met Heracles. We zijn toch hartstikke blij dat die VAR gisteren gewoon die penalty en dan... Dat kan soms weer een voordeel. Maar hij krijgt hem wel echt hier. Wie weet, er is nog geen professor die dat weet hoe die hem precies kreeg. Ja, dat is dan interpretatie. Vind je het, ga je met de hand, of tenminste met je arm naar de bal toe. Dat is het probleem. En dat is wel vaak zo'n interpretatie van de scheidsrechter. Zo zag je ook weer bijvoorbeeld mij Hiegelen die naar de VAR en die geeft dan uiteindelijk toch wel een penalty omdat hij zelf zijn eigen beslissing dan denkt van waarvoor heb je dan nog de VAR zeg maar. Dat was niet nodig. Nee. En bij Ajax met Alvarez, hij wil die bal dus weg en dan komt hij inderdaad wel even iets op zijn mij, dat ging niet echt trappen toch. Dat is in voetbal, dan had ik vroeger elke wedstrijd rood. Jij speelde helemaal niet mee. Elke wedstrijd rood, man. Ja, daarvoor is de opgezondheid al rood. Die deed echt niks. Dat vond ik van, staat er rood. Wat dat betreft denk ik dan wel van, is goed dat de VAR dat soort momenten eruit halen. Maar jullie hebben toch voor die tijd... En rood is, dat is dan ook weer interpretatie. Robert, voor de tijd hebben jullie ook met die scheidsrechters, daar komen ze langs toch? Nou, dus dan weet je al, we hebben het al meegemaakt, dat ze zeiden, er vallen gewoon veel strafschoppen dit jaar. Door de andere regel. Nou, daar heb je als verdediger ook mee te maken. Dus je moet er wel over nadenken. Ik kwam er bij jullie langs, Bas. Björn Kuipers dit jaar. Oké. In ieder geval een regionale grootheid. Ja, zeker. Heracles, toch redelijk begonnen. We moeten die wedstrijd tegen Willem II maar even wegdenken. 4-3 met een topclub in het pakket. Wat zijn voor jou een beetje de ambities? Wat zou realistisch zijn met deze spelersgroep? Ik bedoel, we hebben toch de indruk dat het wat minder is dan vorig jaar. Ja, maar ik moet zeggen, dat is elk jaar wel zo. Elke keer hebben we natuurlijk veel die vertrokken zijn. Dus wat dat betreft moet je elke keer weer een beetje inpassen en inmeten. Dat heeft misschien wat tijd nodig. De trainer zegt ook regelmatig van we hebben gewoon een aantal wedstrijden nodig om echt op niveau te komen. Dus wat dat betreft, ik heb nog niet echt een idee van waar we nou precies staan. Dus qua plek zou ik dan ook moeilijk een ambitie kunnen uitspreken. Tuurlijk wil je play-offs halen, tuurlijk wil je voor de Europa League meedoen. Dat is de ambitie. Ja. Alleen in hoeverre, ik denk dat er zat ploegen meestrijden voor die posities. Het kan dus veel kanten op. Ja, dus maar Heracles moet en hoeft niet in de problemen te komen. Nee, dat denk ik ook niet. Ik krijg net door trouwens. Het is ook een actueel programma. Wat is er vers? Vanaf, dat is voor jou ook, heeft dat impact. Want vanaf nu mag er geen publiek meer bij voetbalwedstrijden komen. Ja. Dus met andere woorden, dat zijn de nieuwe coronamaatregelen. We hebben het een tijdje uitgeprobeerd. Kennelijk is het voor de overheid niet scherp genoeg geweest. Dus Robin, vanaf nu zonder publiek. Ja,
Dat is wel ik overval je er even mee. Ik vind het echt vervelend. Maar zeker ook voor het publiek zelf gewoon. Ja. Ik denk van ja, ze hebben er alles aan gedaan om, zeker bij Heracles als ik het ook zie, hoe goed ze ermee om zijn gegaan. En, alles aan gedaan. Ik had toch niet het idee dat daar de meeste coronagevallen door besmettingen zijn. Zeg maar. Zeker niet in deze regio. Dat zou je ook nog kunnen doen. Ja, dat vind ik ook wel raar, dat je niet naar regio gaat kijken. Maar. Ja. Alle wedstrijden zonder publiek. Dat hebben we natuurlijk ook in het buitenland gezien. Jan, is dat een regeling die jouw goedkeuring kan wegdragen? Of zeg je? Nou, ik vind wel dat de clubs er alles aan gedaan hebben. Ja. En dan word je daar zeg maar, nu voor gestraft, in die zin, dat het toch allemaal weer aan het opladen is. Er zijn een paar dingetjes corona geweest. Ja, maar goed, Feyenoord was. Maar we heel eerlijk zijn, als je over de competitie praat in Nederland, de betaalde voetbal, dan zal het best wel eens een incident zijn. Maar als je over het algemeen praat, denk ik dat de clubs het wel goed gedaan hebben. Naar behoren. Leek mij ook. Ja. De consequenties zijn zakelijk. Hè. Het is financieel weer een probleem. Het is ook voor de sfeer, voor de spelers. Sfeer. Noem alles maar op. Er gebeurt van alles en nog wat. Dit overvalt je natuurlijk nu weer. Maar eigenlijk, als je nu een beetje naar het nieuws luistert, dan weet je dat de maatregelen weer gaan komen. Nou, die treffen dan nu horeca misschien weer en de voetbal. Ja, horeca om 10 uur dicht. Nou, dat bedoel ik dus. Alle horeca. Ja. Nee, dan valt er helemaal niks meer te verdienen. Nee. Maar het is wel heel sneu. Het is heel sneu dat je zo moet voetballen natuurlijk. Ja. Jammer. Zeker jammer. Dat is een klap. Dat zo gaat. Nog één dingetje, want we doen altijd even de prognoses voor volgende week. Dus zonder publiek. Jij speelt in. Je bent geboren in Arnhem ook. Ja, geboren in Arnhem. Dus op een steenworp afstand van jouw geboorteplek. Gespeeld nog bij Vitesse? Ja, in jeugd. Wat vind je van het huidige Vitesse? Goed gespeeld bij Ajax, denk ik? Ja, goed gespeeld bij Ajax. Tangane is goed, hè? Heerlijk lied, hè? Kan niet missen. Precies, kan niet missen. Ik dacht dat Theo Jansen erop stond. Potverdingie, zag je hem? Precies. Tangane. Ja, Tangane is ook lijkt, hè? Dat is allemaal spier, man. Precies wel, hè? Ja, dat mag je zeggen. Maar hij doet mooie dingen. Ja, ze hebben een goede kwaliteit. Met Bazoua natuurlijk. Ze zijn goede voetballers. Dus ja, dat ze elk jaar wel bij Vitesse. Of de team is in vers 2. En dat is daarin, denk je, kun je het van winnen, denk ik. Ja. Vitesse tegen Heracles, wat gaat het worden, uitslag? 1-2. Ja, vertrouwen, wat denk jij? Ik hoop dat het 1-1 wordt, maar ik ben bang dat Vitesse een hele kleine overwinning. Ik denk 1-0. 1-0 voor Vitesse. En wat denk jij, Jan? Nou, ga je er tussenin zitten? Nee, tussen denken en hopen. Ja. Dan moet je altijd een keuze in maken. Vitesse is echt goed. Nee, maar ik ken hem. Hij moet gewoon ik zeg 0-0. 0-0? Nee, want hij gaat alles tegenhouden daarna. Nee. Ja. Dat doe ik nog rustig. Ga die op de plek van Brouwer. Het komt mij niet schelen. Er zijn mensen die ervoor tekenen in Almelo. Ik denk de meeste. Nee, Vitesse komt echt goed. Ze hebben jaren minder, maar dit tegen Ajax hadden ze zomaar kunnen winnen. Twente speelt thuis tegen Emmen. Je zou zeggen dat moet 10-4 worden. Emmen moeten we ook niet onderschatten. Wat denk jij, FC Twente Emmen? Denken en hopen, wat hij heeft. Hij gaat ook twijfelen. Van een realistische Realistisch gelijkspelletje. Gelijkspelletje? Ja. 1-1. 2-1 Twente. 2-1 Twente. En Jan, jij sluit af. 1-0. Kijk jij stiekem al. Heb je even los van het feit dat het dan zonder publiek is waarschijnlijk, maar heb je de data van de derbies al in je agenda gezet of niet? Nee, dat niet. Maar ik weet wel ongeveer wanneer ze zijn. Maar de beleving is enorm. Dan helaas, dat is niet meer buiten de arena's nog steeds wel. Toch wel? Jawel, ja, tuurlijk. Je merkt gewoon maar dat het zonder publiek leeft, bedoel ik. Ja, nee, dat is zeg maar anders. Dat echt, maar dat is buiten het stadion speelt het zich natuurlijk. Ja, dan wel. Ja, maar dat is niet wat je wil natuurlijk. Nee. Dus dat is wel echt waardeloos. Ja. Maar ja, je weet dat het gewoon leeft in de regio. En dat maakt zo'n wedstrijd extra speciaal. Ja. En ja, ook leuk, best leuk om te spelen. Vorig jaar was nog Spanje uit voor jullie. Ja, Spanje uit. Ik kom met een zonnepaardje. Ja, maar is toch zo? Ja, gedeeltelijk wel. Je kijkt weer met plezier nu. Ja, absoluut. FC Twente maakt indruk. Ja. En Heracles ook. Dat hebben we gezien tegen PSV. We gaan het afronden. Robin, mooi dat je hier was. Succes met alles. We blijven je volgen. René, dankjewel dat je er weer was. En natuurlijk Jan ook. Volgende week is hier te gast Godfried Romerato, middenvelder van FC Twente. Dan zijn we er weer. Tot dan. Tot ziens.